Beste kijkers, we zitten hier met Abis Kovacs-Wieg. Zij is, mag ik wel zeggen, de weduwe van de dit jaar overleden dichter Rogier Wieg. Euthanasie is opgepleegd na jarenlang met depressies, ondraaglijk lijden. Maar nu is uitgekomen een boek met zijn beste gedichten. Even zuiver als ongeschreven is. Laat u maar even zien, mevrouw. Met op de voorkant ook een kunstwerk van Rogier Wieg. Hoe raar is het voor u om dat boek nu te hebben? Voor mij is het niet raar. Ik ben heel erg blij ermee. Ik moet eerlijk zeggen dat zo kort na zijn dood, zeg maar, dat ik kan zijn werk in mijn handen vasthouden. Dus dat maakt me wel blij. Dan is hij toch nog een beetje bij u, is het zo? Wat zegt u? Is hij dan toch nog een beetje bij u? Ja, zeker. Zeker. Dat is zeker zo. Hij is bij me en ik vind dat ook heel mooi dat zeg maar, op de omslag dan kwam me in van zijn schilderij. En dat is eigenlijk dat ook een teken dat hij had meer kanten. Dus niet alleen maar dichten en schrijven, maar ook tekenen en schilderen. En kon ook goed piano spelen, heb ik gehoord. Ja, en zingen ook, ja. Een multitalent. Ja, ik zou dat zo noemen. U zult hem dan wel vreselijk moeten missen, los daarvan. Huh? Ja, ik mis hem elke seconde, nu ook. Ja, hoe gaat het met u eigenlijk een beetje? Gaat het een beetje alweer? Of is het, niet goed. Ik weet dat hier in Nederland dat altijd zeggen dat ja, dat gaat goed of zo. Maar ik ben altijd heel eerlijk, niet goed. Waarom zou het nu met mij goed gaan? Dus na alles wat gebeurde. Maar ik probeer elke dag verder te gaan. De ene dag is vreselijker dan die andere, maar... Ik probeer mezelf over het water te houden. Ik wil niet doodgaan voordat ik sterf, kleine van me. De pijnloosheid zegt me dat hij nu niet komt en dat het zoveel pijn zal doen. Maar ik wil het niet. Doodgaan voordat ik sterf. Handen maken menslichamen van volgehuilde kussenslopen. De zon zucht soms. Maar het kan branden niet laten. De pijnloosheid zal later komen, kleine van me. Tot dan heb ik jouw hand van de kleinste schepper. Voor lang of even.